Alsof het voor niets was, zoveel bomen werden verkocht bij hoveniersbedrijf Achterbos. Wij spraken met Maurice Achterbos. Jan, heb er één gezien. Maurice Achterbos, het is hier een drukte van komen en gaan van mensen. Ja. Ik zie het eens met bomen slepen. Hoe gaat het vandaag? Ja, hartstikke druk. Je weet niet waar je voor of achter moet kijken. Ja, ik zie ook iedere keer dat ontzettend veel bomen aangesleept worden. Een beetje in paniek, zou ik haar zeggen. Ja. Is dit nou buiten verwachting dan? Nee, ja, elk jaar wordt er wel meer, ja. 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 Wat verwacht je ongeveer? Hoeveel dagen je nodig hebt om alles kwijt te kunnen? Ja, wij doen normaal tot aan de kerst de verkoop. En de laatste dagen, we gaan ook iedere keer nog tientallen bomen eruit. Maar ja, kun je moeilijk zeggen. Zoals het nu gaat, hoop ik dat ik volgend weekend nog genoeg bomen heb. Wil je nog bomen bijbestellen dan? Of bijkopen? Is dat nog mogelijk? Het wordt steeds moeilijker, want iedereen wil een maat van 81 hebben. En dat is 81, 2 meter, is steeds moeilijker aan te komen. Die bomen hebben gewoon 8 tot 10 jaar nodig om die hoogte te krijgen. Dus dat duurt nog wel even. En wat zijn nou de bomen die het meeste verkocht worden? Vooral de Noordman en de Servische Spar, de Omorica. En waar moeten de mensen ongeveer op rekenen? Wat voor prijsklasse? Tussen welke prijsklasse liggen ze? Ja, de Noordman liggen wel tussen de 30 en 40 euro, zo'n beetje, als je 1,80 hoog hebt. En de Omorica's zo om en nabij de 18 en 25 euro daartussen. Hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen met de verkoop? Standaard beginnen we om 9 uur en dan doen we door de week tot een uur of 7. En dan is het vrijdag hebben we koopavond, maar gisteren was het helemaal zo'n hectische dag ook. Normaal is zaterdag echt de hectische dag, maar ook vrijdag was de hectische dag. Het was niet aan te slepen. Dus, maar doen we normaal tot 9 uur, maar om 8:30 haak ik de stand meest leeg. Gaan we niet meer doen. Gaat het zo mee? Gaat zo mee. Leuk. Ja.